Zo'n 1400 medewerkers van het Noorderpoortcollege hebben vanmiddag het werk neergelegd. Het personeel is boos omdat ze vinden dat de werkdruk veel te hoog is en dat ze de afgelopen jaren veel te veel taken erbij hebben gekregen. De medewerkers vinden dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Omdat de MBO-raad weigert te luisteren, werd vanmiddag in de Euroborg het startsein gegeven voor een estafettestaking. Werkdruk is het centrale probleem. Het feit dat mensen voortdurend veel taken opgelegd krijgen, veel controles krijgen. Eigenlijk niet meer baat zijn over wat ze zelf moeten doen voor de klas en in de klas. En dat geldt voor de ondersteuners en dat geldt voor de docenten. Ik ben als oudere docent, heb ik eigenlijk na 35 jaar ervaring in het mbo echt, in dezelfde sector zeg maar. Ben ik van mening dat de werkdruk zo groot is dat het de kwaliteit van het onderwijs daaronder leidt? Nou ja, goed, steeds verder bezuinigt dat onderwijs. En de kwaliteit gaat op die manier naar beneden. Hè. Grotere klassen, minder tijd individueel voor leerlingen. Dan wordt dat natuurlijk op den duur een structureel probleem. Wij hebben een gigantische werkdruk. Er wordt veel van ons verwacht, terecht. Studenten hebben recht op goed onderwijs, maar er moet ook wat tegenover staan voor de docenten. We moeten ruimte hebben om ze te professionaliseren en daarvoor ben ik hier. We krijgen ontzettend veel klachten en ze voelen zich erg geregisseerd. Hè. De mensen hebben hun eigen regie niet. Ze moeten voortdurend doen wat managers zeggen, teamleiders doen. Ze hebben eigenlijk het niet meer in eigen hand. Het college van bestuur van het Noorderpoortcollege is volgens de Onderwijsbond nog niet doordrongen van de problemen die spelen en wijst erom de staking af. We hebben allerlei acties gezien van mensen, gedreiging in de zin van er wordt salaris ingehouden. Het heeft effect op je pensioen. Dat zijn minimale effectjes, maar het geeft natuurlijk wel een soort impact. Hè? De mensen denken, oh jee, zal ik het wel doen dan? Uw werkgever is totaal niet blij met deze actie van vanmiddag. Bent u ook bang voor eventuele sancties? Stakingsrecht is wettelijk verankerd. Hè? En ik ken het Noorderpoort als een organisatie die zich wel aan de regels en wetten houdt. Dus helemaal niet. Wij leveren wat loon in voor deze middag. En dat hebben we er graag voor over. Als een staking vanmiddag niks oplevert, wordt er volgende week gestaakt in Arnhem en Nijmegen. De vakbonden willen net zo lang doorgaan tot de MBO-raad toe gaat geven aan de eisen en er goede afspraken over de werkdruk op tafel liggen.